Het is eigenlijk een mix tussen het oude coalitieakkoord, waar een aantal heel goede dingen in stonden. Dat onderhandelingsresultaat en eigenlijk het accent van de partijen die nu aan tafel hebben gezeten. En daarmee denken we dat we stabiliteit en rust, maar ook Leiderdorp weer een stap verder kunnen brengen. Wat zijn punten die nu anders zijn dan het vorige coalitieakkoord? De regio. Het standpunt naar de regio toe. D66 is natuurlijk een, ja, als je kijkt zeg maar, naar inhoud, vergeleken met onze vorige coalitiepartner LPL. Ja, is dat het standpunt ten aanzien van de regio is natuurlijk diametraal anders. Hè? Dus van ja, Leiderdorp zelfstandig punt naar nee, we moeten open kijken naar de uitdaging die we met z'n allen aan moeten gaan. Daar zijn wij ook erg voor. Wij zijn natuurlijk ook degene die het onderzoek naar fusie hebben ingebracht. Nou, ik ben blij dat D66 daar is bij is aangeschoven om daar op een open manier een dialoog over te voeren. En dat is wat ons betreft ook de inzet. Je kan niet zeggen fusie of niet zonder een discussie te voeren en zonder argumentatie daarop te zien en de feiten te bekijken. En dat proberen we met z'n allen te doen. Dat is echt een wezenlijk ander punt. Ja. Jullie zijn een kleine partij die nu in de coalitie komt. Wat gaan jullie inbrengen? Nou, we hebben samen met CDA één wethouder met een hele mooie portefeuille op zowel financiën als op sociaal domein. Er zijn heel veel onderdelen op sociaal domein die we hebben ingebracht. Aan jeugd bijvoorbeeld, als het gaat over langer pleegzorg en een zorg in gezinshuizen kunnen hebben. Continuïteit van het personeel in de jeugd- en gezinsteams. De mogelijkheid om een aanbieder te kiezen die past bij je levensbeschouwelijke achtergrond. Maar ook op duurzaamheid, op zwerfafval, op tal van thema's kunnen wij onze punten terugvinden. En bovendien, je gaat ook een samenwerking met elkaar aan. Dus ook in de komende jaren hopen wij als eenmansfractie effectief te kunnen zijn. Er ligt ook nog het onderwerp oude spoorbaan, waar de Raad het niet over eens is. Hoe staan jullie daarin? Ja, wij hebben gezegd dat wij doorstroming en de route buiten onbelangrijk vinden. Dus wij vinden dat er voldoende argumenten zijn om 70 km per uur te rijden. Maar dat debat gaan we nog aan op basis van alle argumenten die dan op tafel liggen. Jullie hebben ook vrije kwesties benoemd in het coalitieakkoord. Wat zijn die vrije kwesties voor jullie? Ja, dat is bijvoorbeeld wat betreft het regioverhaal. Kijk, we weten allemaal dat de andere drie partijen voor of gematigd voor een eventuele fusie zouden zijn. En het CDA heeft natuurlijk in de verkiezingscampagne duidelijk gezegd dat wij graag willen dat Leiderdorp zelfstandig blijft. Nu is dat ook in het akkoord opgenomen, maar is er wel bijgekomen dat het rapport wat nu in de maak is over een eventuele of over fusie, hè, de gevolgen, de voor- en nadelen van fusie, die rapportage verwachten we dit voorjaar, dat we dat rapport wel gaan bespreken en dat dat niet in een la komt. En daar staat het CDA ook volmondig achter. Er zullen, ongeacht de uitkomsten, zullen we een debat voeren. En daarbij zal het CDA natuurlijk vol blijven houden dat zelfstandigheid het beste is voor Leiderdorp. Maar zolang we niet de feiten op tafel hebben, kunnen we dat nu ook niet met volle 100% zekerheid zeggen. Jullie zijn nu als nieuwe partij bijgekomen. Wat brengen jullie in? Nou ja, onszelf, het D66-geluid. En dat betekent dat we, en dat zie je ook terug in de portefeuille die we hebben, veel aandacht zullen besteden aan de regio, dat we veel aandacht zullen besteden aan dingen als duurzaamheid en onderwijs, kunst en cultuur. Dat we daar toch proberen net even iets andere accenten te leggen dan in het vorige college. En wat is voor jullie het belangrijkste punt? Het belangrijkste punt? Dat is toch duurzaamheid, denk ik. En duurzaamheid is breder dan alleen energietransitie. Dat gaat ook over biodiversiteit, dat gaat ook over beheer van groen, dat gaat over klimaatbestendigheid. Dat gaat over een heel breed scala aan onderwerpen. En sommigen zeggen zelfs, duurzaamheid gaat ook over de manier waarop je als samenleving met elkaar omgaat. Waarop je je financiën hebt vormgegeven, zodat die ook toekomstbestendig zijn. Nou, als je het zo breed kijkt, dan is die definitie van duurzaamheid voor D66 ook heel belangrijk.